Hi, welkom. Welkom bij deze video. In deze video ga ik jou 3 tools geven die je kan gebruiken om jouw businessmodel vast te stellen. Ik ga deze 3 tools met jou bespreken en hoe je deze kan krijgen en waar je ze kan vinden. Ik word niet gesponsord door deze bedrijven of wat dan ook. Het gaat er meer om van als je deze tool kan gebruiken, gebruik het in jouw voordeel. Het is belangrijk om een businessmodel canvas goed vast te stellen, zodat je weet hoe je geld kan verdienen met jouw business of idee. Want als jij geen geld verdient en er komt geen geld binnen, dan is het game over. We gaan nu beginnen. Ik ga je nu laten zien hoe jij je businessmodel of canvas kan vaststellen. En welke tool je kan gebruiken om het te veranderen voor zover het nodig is. Oké, we zijn bij Google. Het beste wat je kan doen is gewoon businessmodel canvas typen. En zodra je bij Google bent, kan je gewoon op deze website drukken. En dan kan je je e-mail achterlaten en vervolgens krijg je een businessmodel canvas opgestuurd. En het businessmodel canvas ziet er zo uit. Ik heb het hier en daar een beetje aangepast, maar de kern blijft hetzelfde. Je kan het gewoon printen en vervolgens invullen. Dit is de eerste tool die je kan gebruiken om aan een businessmodel canvas te komen, de website zelf. Ga niet terug. Andere tool dat ik ook vaak gebruik is Drawing Tool. Dus ik zal de website hier beneden gewoon laten. Dat is deze website. Op deze website kan je gewoon tekenen en dingen uitleggen. Gewoon door middel van een bord. Best wel handige website. Ik gebruik het vaak. Dus we drukken hier op Start Drawing. En je gaat create een board van een template. En vervolgens druk je Business Model Visualization. En hier krijg je Business Model Canvas, de Lean Model Canvas en Project Canvas. Dus daar krijg je een template van die je kan gebruiken. Dus in dit geval laat ik je zien hoe je Business Model Canvas kan gebruiken met deze tool. Dus je drukt erop, load board. En vervolgens wordt het geladen en dan kan je gewoon hier in de aantekening teksten toevoegen en jouw Business Model Canvas gewoon hier toevoegen. Dus dit is best wel een handige tool, want je kan gewoon de notitie weer weghalen, weer toevoegen. En plus je kan andere mensen toevoegen op jouw bord. Dus handig tool. Let op, deze tool is gewoon gratis. Maak er gebruik van als je er kan gebruiken. We gaan hier naar de derde tool. Die gebruik ik heel vaak. Dus het heet Canvanizer. Het is ook een gratis tool, maar een gratis tool heeft zijn limits. En dat betekent dat je gewoon bepaalde links, als jij die deelt, ook al heeft iemand anders die link, die kan ook toegang krijgen tot jouw business model canvas. Dit is best wel gevaarlijk, maar aan de andere kant, het is best wel een handige tool. Ik gebruik het hier voor de volgende functies. Ik ga even laten zien. Dus dit heb ik net even gemaakt, even snel. En zoals je hier kan zien, zo ziet de achterkant eruit. Dus de backend ziet er zo uit. Best wel handig. Ik kan gewoon teksten toevoegen. En wat ideaal hierbij is, ik kan het gewoon delen. De link kan ik gewoon delen, dus ik kan een persoonlijke link maken. Maar ik kan ook exporteren in verschillende formaten. Soms doe ik het exporteren als PDF om iets uit te leggen of aan mensen te geven. Of soms doe ik gewoon een foto puur om mensen te laten zien van zo ziet eigenlijk de businessmodel van dat bedrijf gewoon eruit. Soms krijg ik van die vragen hoe verdient dat bedrijf gewoon geld. En dan kan ik gewoon al aan de hand van bepaalde service al zien welke businessmodellen zij hebben. Dat is best wel handig. Daarnaast kan je het in verschillende talen maken. Dus stel je voor je spreekt meerdere talen, dan kan je er gewoon hier aangeven. Dus je hebt Engelse versie. Je hebt Duits. Dus best wel grappig. En soms Nederlands. Dus soms heb ik Nederlandse klanten en dan maak ik het business model Nederlands. En dan stuur ik hun gewoon op. En dit is belangrijk puur vanwege auteursrechten gebeuren. Maar zo ziet het in ieder geval Canvanizer. Canvanizer vind ik fijn, want soms werk ik ook met zo'n team. En dan voeg ik gewoon die team toe aan deze workspace. En tijdens de workspace bespreken we gewoon de business model canvas. En vaak plaatsen mensen gewoon een idee in de brainstormruimte. En dan ga je kijken van hoe kunnen we dit het beste toepassen. Dus Canvanizer is volgens mij iets van €30 per jaar of zo. Dus dat is wel handig. En het is ook wel mooi. Ik gebruik hem puur omdat ik het vaak gebruik. En deze app, ik weet niet hoeveel het kost per jaar. Maar ik gebruik hem niet zo vaak. Dus vandaar dat ik overwegingen altijd maak, wat gebruik ik vaak en dat ga ik wel halen. Die software ga ik wel halen, de pro versie en die andere weer niet. Kijk in ieder geval welke voor jou het beste past en kijk hoe je dat in je voordeel kan gebruiken. Het nadeel van dit bord is als je gaat exporteren krijg je geen goede kwaliteit. Dat vind ik altijd jammer. Maar je kan er altijd omheen draaien. Bijvoorbeeld je kan een printscreen maken van jouw scherm zelf. Zodat je zelf altijd
gaan kijken van hoe het precies eruit ziet. Maar drawing board is ook wel mooi, maar drawing board gebruik ik puur om in video's dingen uit te leggen aan klanten. Heb je vragen over deze drie tools, laat me hieronder weten. Heb je andere tools die je gebruikt en je denkt dat die beter is? Laat me in een comment hieronder weten. Vergeet niet te abonneren. In de volgende video gaan we het hebben over de value proposition en waarom dat geen business model canvas is. Tot in de volgende video.